Wij zitten hier op kanaal Gent-Terneuzen en wat wij nu momenteel aan doen is gewoon om de halsbarrière werken op de kanaal zelf. Dat doen we jaarlijks. Wij spenderen ongeveer 10 miljoen euro per jaar hiervoor en we halen iets van 100.000 tot 120.000 kubieke meter slip daarvoor naar boven. Dus de ondieptes worden op die manier weggewerkt zodat wij altijd een minimumdiepte hebben van 13,5 meter kanaalpeil hier op de kanaal. En dat is belangrijk, want gemiddeld varen er dagelijks, naast zo'n 150 binnenvaartschepen, 25 grote zeeschepen door het kanaal. Gek genoeg veroorzaken juist vooral die reuzen vaak de ondiepe plekken in het kanaal. Er zijn altijd dieptes en putjes die zijn veroorzaakt door de bovenafvoer van ringvaart, moervaart. Wat ook heel veel verstoring is aan bodem is door de schroefwerking van de grotere zeeschepen. En daardoor moeten wij regelmatig specie hier weghalen die eigenlijk boven de 13,5 meter zitten. Met meetapparatuur wordt continu de bodem van het kanaal in de gaten gehouden. Zo wordt bepaald op welke plek er precies slip weggehaald moet worden. Dat slip bevat redelijk wat mineraalolieën. Dat betekent volgens de Vlaamse wetgeving dat het volledig moet afgevoerd worden. Je mag dat niet zomaar ergens opslaan of verwerken. Daarom moet die specie opgebaggerd worden en dan naar een erkende stortplaats wordt daar verwerkt. Tot slot egaliseert deze ploegboot de bodem van het kanaal, zodat onder het wateroppervlak alles er weer netjes bij ligt en er weer met een gerust hart gevaren kan worden.